De Giro d'Italia, de Ronde van Italië, staat dit jaar in Gelderland. Ook Tiel maakt deel uit van dit internationale wielerspectakel. Naast de jaarlijkse profronde in augustus en de Holland Ladies Tour is Tiel nu mede het decor van een van de grootste wieleronders ter wereld. Op de tweede dag, zaterdag 7 mei, rijden de reclamekaravaan en de wielrenners door onze gemeente op weg naar de finishplaats in Nijmegen. Een mooie kans om bekende wielrenners, onder wie de Nederlandse renner Tom Dumoulin, te zien strijden voor een hoge plek in het klassement. Voor zo'n groot evenement zijn verkeersmaatregelen nodig. Welke maatregelen dat zijn is te lezen op www.tiel.nl en www.girogelderland.nl. Daar staat de route die de wielrenners rijden, informatie over welke delen van Tiel enige overlast kunnen ervaren en mogelijke vragen en antwoorden. Ook is te lezen welke maatregelen getroffen worden om bedrijventerrein Laatestein zoveel mogelijk bereikbaar te houden en waar bezoekers van de binnenstad kunnen parkeren. De maatregelen gelden tussen ongeveer kwart voor één en kwart voor vier in de middag voor het autoverkeer. Voor en na die tijd is de bereik bereid als altijd. Voetgangers en fietsers kunnen overal komen, net als brandweer, politie en ambulances. De organisatie van de Giro probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.